heb ik al een half moeite mee gehad. Er zitten twee bananen voorin. Maar volgens mij had Peter opdracht gehad van Herman om bananen te kopen. Maar... Oh, ja. Kijk, en dan zegt hij dat het een grote grijze is. Dus vol. Zou de broek maar even naar een? Ja, dat zou ik maar doen. Ja, hou je korte broek maar aan hoor. Hier bloot erin. Ik ben nog even op jou te voeren. Ik ben zo lastig. Heb ik dat? Ik ben zo lastig.
Dankjewel, Link. Ik dacht jij op vakantie was. Ja, dat is wel. Goed idee. Maar zij is naar Drenthe gegaan, zei. Want het was maandag slecht weer. Toen zijn we maar in een hotelletje gegaan in Zuid-Linden. Waar? Jongen, ik ben concurrent komt niet. Had je dat uit de krant gehaald? Ja, de blaadje. Kom maar, weet niks. Hoe heet dat ook weer? Weet het ook weer? Schoonzit? Nee. Wat oh, dat is aan die weg daar. Ja. Ja. Ja, ik weet precies waar het is. Hallo, even filmen. Tot de video. Het is niet te filmen hier. Dat is niet te filmen. Ja, dat wordt lekker. Oh, de pijlstjes kreeg kom hier ook. Die moet in de achterzak komen. Ja, dat kunnen we goed bij. Ik graaf achter jou, hè. Doe maar links achter. Doe hier. Hier. Tijd voor. Nou. Heb je hem? Yes. Hij zit erin. Wacht even. Hij zit erin. Ga maar die maar. Hij zit er al in. Go. God. Oh, neem niet kwalijk. Zo, nou. Nu niet betaald, gaat niet mee. Spoor? Zwarte rijers die gaan eruit. Gaan de sloot. Gaan de sloot in. Goed, goed, goed. Ja. Ja, dat zie je wel. Ja, ik Thank you.
Ja, ik ga vrijdag aan weer het wouden, hè? Ja. Ik heb zondag aan weer het wouden, ja. Ja, ja. In de regen moet het. Ja, kijk. Mevrouw heeft het niet, hè? Ja. Ik zal het niet doen. Ik leg mijn fietsen al in bed.
maar, hè. Ja, ja, ja. Prachtig. Zo willen ze wel. Ik ben er van komen.
bril even afdoen. Ook nog? Ja. Doe ik. Ja. We hebben hier een meneer tegenover ons staan, die komt uit het westen, ook van het land. Café de Wetering. Café de Wetering. Vanmorgen hebben we jullie ook al gezien, Amsterdam. Ja. Wie ben jij? Co Lodewijk. Co Lodewijk? Lodewijk, ja. Zeg, dat, Co, dat is toch wel een echte Amsterdamse naam, dat of niet? Dat is echt Amsterdamse naam, ja. 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 Zeg, Co, ben jij vader van dit gezelschap wat hier op de achtergrond staat? Gelukkig niet, want dan heb ik ze versopen, allemaal. Waarom dat dan? Dat is een zootje ongeregeld. Ja? Ja, dat is... dat zijn collega's allemaal. Ja. We zijn dus van het gemeentevervoerbedrijf uit Amsterdam. Dat dacht ik al, want jullie hadden de GVB op staan. En toen zei ik al zo, dat moet vast het gemeentelijk vervoerbedrijf zijn. Dat klopt, ja. Ja. Zeg, met hoeveel mensen fietsen jullie eigenlijk? Het is een groep, we hebben 150 leden, maar het is een groep van 30 man, zeg maar, die regelmatig fietsen. Maar er zijn ook mensen die moeten werken vandaag. En vandaar dat we dus nu met een man of 12 zijn. Ja. Vanmorgen waren jullie om 6:30 al luidruchtig in de spontane zin in Winterswijk aanwezig. Hoe laat ben je uit Amsterdam vertrokken hier naar de stille Achterhoek? 5:00. 5:00. Ja. Was je hier wel eens geweest om te fietsen? Nee, nog nooit. Hoe vind je zo'n tocht, deze 9e editie van de Baumbergtocht? Nou, ik vind het een hele mooie tocht. Ja. Heel mooi uitgepeild. En een hele mooie omgeving. Is het zwaar ten opzichte van jouw jongere collega's, als ik het zo mag zeggen, om zo'n tocht te rijden? We hebben jullie eens een tijd gadegeslagen vanuit de bus. Verschilt dat per leeftijd hoe je er tegenaan moet op de heuvels? Nou, ik vermoed dat het ook ligt een beetje aan je training, hè? Ik heb de laatste maand eigenlijk weinig gereden, maar het gaat wel. Maar ik ben er nog niet natuurlijk. Nee. Zeg, met hoeveel mensen zijn jullie hier? 11 man, hè? Ja. 11. 10 man en een dame. 10 man en een dame. Maar jullie hebben wel schik, merk ik. Bij de wel, ja. Ja. Zeg, wat zou je als laatste nog willen meegeven? Dan kom je volgend jaar weer? Dat ligt aan mijn dienst. Of ik vrij ben, ja of nee. Als ik op werken moet, kom ik niet. Nee, hoe oud ben je? 55. 55. Maar tussen deze jongelui is het goed volhouden? Ja, ja. Ja, ze sleuren me er wel doorheen. Ja. Zo. Ja. Zeg, heb je... Lopen we, ja. Ja? We gaan even terug naar Co. Zeg, Co, even terug naar je conditie. Hè. Trainen jullie gezamenlijk veel of is het meer individueel? Dat is individueel. Individueel is het trainen zo'n beetje altijd. Ja. Ja. Waar trainen jullie? Ja. Ja, Amsterdam, gewoon omgeving. Hè. Toch niet midden door de stad? Nee, het is meestal naar Zandvoort. En via de kop van Bloemendaal, dat is onze berg. Van 10%, alleen dat is erg kort natuurlijk. Dus die rijden we er meteen op. Ja, aan de andere kant eraf en dan weer naar Zandvoort. Hoeveel tochten rijden jullie het jaar? Een stuk of 30 denk ik, zo'n beetje. De rondjes allemaal meerijdt, maar die zijn dus een beetje uitgeschreven. Ja. Hebben jullie een echt teamverband? Nee, het hangt aan loszand aan elkaar. Ja. Maar dit is toch wel de groep die nu rijdt, die er eigenlijk altijd bij is. Ja. Ja. En er zitten er wel eens met anderen bij. Maar dat... Dit soort heuvelen, zijn jullie dat gewend? Zijn het niet gewend, maar ze rijden wel meer tochten in de heuvels. Er zijn jongens die dus Luik-Bastenaken, Luik rijden, Ardennentocht. En de Berglandroute is dus een gewild object bij ons. Ja. Die rijden we 2 keer per jaar. Er zijn er in Amsterdam ook andere heuvels die gebruikt worden. Ja, maar... wij pakken de Amstel meestal. Hè. Aan de oneven zijde heb je een beetje hoge bruggen. En dat is lekker trekken. Ja, ik zeg net, maar je hebt in Amsterdam ook andere heuvels. Dat zal ook wel eens door wielrenners gebruikt worden, neem ik aan, met te veel conditie. Ja, maar kijk, dat is voor mij een Janheuvel, maar dat is een gerespecteerd café op de Prinsengracht. Ja, ja. Zeg, deze mensen hier op de achtergrond, hè, je zegt het soortje ongeregeld. Wat jullie nou praten, is dat het echte onvervalste Amsterdam, Amsterdams? Ik praat nooit anders. Ik praat altijd zo, dus het zal dan wel. Ja. Wat is nou een echte Amsterdamse uitdrukking, wat we eigenlijk hier niet kennen? Vertel eens. Ik zou het zo niet weten. Krijg je de kleren? Nee, vind ik niet. Nee. Nee, maar nee. Er is toch wel een Amsterdamse uitdrukking, of niet? Er zijn misschien veel uitdrukkingen, maar ja, dat schiet me zo niet in binnen. Ik bedoel, het gebruik je ineens en dan flap je dat eruit. Ja. En Amsterdam heeft vaak zijn hart op zijn tong leggen. En soms heb je wel spijt van die wat gezegd heb en ik zou niet wel af kunnen bijten.
Er wordt ook van gezegd dat Westerlingen vaak de klep wat verder openhangen hebben als wij. Is dat zo? Is dat een soort verdedigingsmechanisme in de stad? Ik denk het wel. Een beetje de grote bek hebben. Een beetje bluff. Ja. Maar het valt wel bij de regel. Ja. Ja. Zeg, jij had nog een mop te goed, hè? Ja. Wat voor een bak heb je dan? Ja. Vertel eens even. Nou, net mopje dus. Ik heb twee kleine jongetjes van de jaren 10 en die zeggen dan tegen elkaar te bluffen. En dan zegt hij, en dan zegt dus, mijn vader is de snelste van de hele wereld. Oh ja, zegt hij. Zo, dat durf je te zeggen. Ja, zegt hij, wat is jouw vader nou wel? En mijn vader is straaljagerpiloot. Die vliegt op zijn F-16. Dat is snel, ja. Mijn vader is veel sneller. Kijk daarna, zegt hij, wat doet je vader? Die is ambtenaar. Die moet werken tot 4:30 en kwart over 4 is hij thuis. Ja, inderdaad. Zeg, jij zet je racepad weer op, hè? Ik voor de mondwagen weer. Ja. Dat is voor de vliegen. Ja. En dat is om de kale plat niet verbrand. En vandaar. Zeg, even tot slot, hè. Wat heb je vandaag zo aan voeding en aan drinken gebruikt? 4 krentenbollen met honing. En dan water met een beetje ijzerstaart. Ja. Zeg, wat zegt moeder de vrouw ervan dat al die kerels zo vaak op stap zijn? Blij dat ik een dagje weg ben. Heb ze ook rust. Ja. Ja. Zeg, komen jullie volgend jaar weer? Nou, het is een tocht die heel goed bevallen is tot nu toe. En dat zal heus wel weer in opgenomen worden bij ons in het parcours, in het geheel. Wat zou jij de fiets- en tourclub Wenders, zo heet dat, dat is het dialect van Winterswijk, wat zou je de FTC willen meegeven als organisatie? Nou, dat het heel goed verzorgd is, mooi goed uitgepeild, ik heb het wel eens minder meegemaakt. En dat het een heel mooi uitgezet parcours is. Ja, dus per tocht in Nederland zit er nog wel eens verschil in het organiseren. Ja, er zit inderdaad verschil in, ja. Ja. Maar ik vind dit tot een betere woorden gewoon. Oké. Okay. Zeg, als je weggaat, is er nog een soort Amsterdamse groet? Nou, tot kijken, zeg ik maar. He, precies, maar ja. Verder. Oké. Okay. Zeg, maak je laatste 50 tot 60 kilometer vol. In ieder geval met die... Ik zal die jonge jongens er nog eventjes bij proberen te sloffen. Oké, okay. Zeg de groetjes en bedankt. Jongen, hè, tot kijk. Marco, geen mee. Marco. Heb zijn pilsje nog niet gehad? Nee. Maar dat komt straks wel, een dubbele. Maar die drinken we dan op het eendbar. Hebben jullie oud bruin of zo? Dan neem ik toch aan dat ze dat hebben of niet. Want sterker mag je niet hebben hoor, dan gaat die slap lullen. Sorry, tjus, bedankt. Ja, tjus, kus, hè? Ik weet niet hoe lang op de vuur zit. Goh! Dat is toch mooi? Wat? Ja, 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 daar gaan we door. Ik kan niet meer de vers komen deelnemen. Ik heb het niet meer. Oh, die 4 minuten. Ja, kom maar zo. Ja, Amsterdam is al bedankt, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat moet je heel veel. Ja, goed zo, dan ga ik ook nog niet. Ja, ik ben bruin. Zeg, Cole, proost, hè? Ja, dat kan wel deze zijn. De Amsterdam is gewoon niet met hem. En daarom heb ik het erdoor. Wat was er ook alweer? Oh ja, maar ik heb wat over. Oh ja,
Mag ik voor jullie sparen ook? Spaar ook? Heb ik al? Dat zeg ik, er is zoveel gelogen door die man. Zoveel gelogen door die man. Ja, is dat niet jammer, hè? Je gaat toch douchen hier, of niet? Hoe moet je zo naar huis? Moet je echt zo naar huis komen? Ja, die smeren een schintje krijgen. Wat doe je nou weer? Wat doe je nou weer? Wat doe je nou weer? Nee, we hebben bij de finish van toegekomen. Ach, wat zo. Droog af. Ja, dat was niet in elkaar. Zeg, Ko, val jij nou onder de categorie sexy oud Amsterdammers of zo? Sexy oud Amsterdammers. Wat een punt wordt, hè? Waar ben jij? Tram of buschauffeur? Ik rij alles. Tot de buurvrouw. Ik weet het niet, het zal wel goed zijn. Die spaar dan, hè? Die is voor Drieke. Voor Drieke, oh ja. Drina. Ja, voor ja, Koos, er is nog een keer zweet in de achterhoek, of niet? Zit er een keer zweet in de achterhoek, of niet? Bedankt. We maken hier een mooi plaatsje, jongens. Ze wonen wel riant hier allemaal. Ja. We gaan even gaan bekijken. Een boskaas, hè, die komt in de stegen. Lekker, hè? Ja, maar dit is niet. Hier fijne ruimte, hè? We zijn er. Portugal. Eén woord. Goedemorgen, hoe was het ook alweer? Gaat hij zijn handschoenen aan? Het is net sinds het oorbel, weet je wel. Ja. Ja, ik zag je. Hey, we moeten in de kamer.